We zien 8 kunstenaars. Zij nemen je aan de hand mee door hun stukje Parijs, door hun stukje tijd. Per kunstenaar laten we dus de Nederlandse en de Franse kunstenaars naast elkaar zien, de werken naast elkaar zien, zodat je heel duidelijk kunt zien hoe ze elkaar inspireerden en waar ze... Dus we verbeelden die inspiratie eigenlijk door middel van die kunstwerken. Waarom in het Van Gogh Museum? Welke kunstenaar heeft meer geleerd van zijn verblijf in Parijs dan Van Gogh? Die het snelste binnen die snelkookpan van Parijs al de verschillende invloeden, al de verschillende inspiraties tot zich genomen heeft. En dat vertaalt naar zijn eigen ideeën van hoe kunst zou moeten zijn. En weet je, hij is een prachtig voorbeeld, dus ja, dat is logisch dat het dus inderdaad hier is. Ja. Het feit dat je op een totaal andere plek terechtkomt, dat je als een soort vreemde in die stad je weer dus wegwijs moet maken. De mensen die je ontmoet in de cafés waar je gaat wonen, nou dat is zo'n belangrijk deel wat we dus inderdaad ook heel graag willen vertellen. Van wat Nederlanders meenamen naar Parijs, wat ze daar vonden, wat ze achterlieten en vooral ook wat ze mee terugnamen.